Hey mensen, daar ben ik weer. Heel snel een volgende vlog weer. De vorige vlog die was een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik was een beetje aangeschoten. Had u het door? Nee, dat viel haast niet op, toch? Ja. We pakken even wat drinken erbij. Dit wordt een wat serieuzer vlogje, want eigenlijk is dat wat ik wil op YouTube. En af en toe een geintje is wel leuk. Als ik een vlog maak, dan wil ik dat het ergens over gaat. En toevallig is het vandaag 4 mei. Op 4 mei vieren wij met z'n allen dat wij de vrijheid hebben om te kunnen doen en laten willen in ons land. Binnen de perken natuurlijk, maar daar kom ik straks op. Je hebt de vrijheid om te zeggen wat je wil en je hebt bijna de vrijheid om alles te doen wat je wil. En daar is voor gevochten en daar zijn de mensen heel blij om. Daar zijn de mensen heel erg dankbaar voor. En morgen vieren we dat met z'n allen. Want dan is het 5 mei. Vrijheid van meningsuiting. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Dat betekent dus dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. Daar ben je vrij in. Je wordt er niet voor bestraft voor het uiten van je mening. Want in sommige landen, zoals misschien in het Midden-Oosten of in China, daar kan het nog wel eens zijn. Dat is zo. Dat je daar bestraft wordt voor het uiten van een bepaalde mening die men niet wil. Waarom? Hebben ze dat daar? Dat is omdat zij ervan uitgaan dat de menigte daar niet goed voor zichzelf kan denken. Ze willen mensen een bepaalde kant op duwen. Misschien heb je al een beetje een idee waar ik naartoe ga. Want het is een beetje een late reactie van mij. Maar laten we het toch even hebben over... Ik krijg mijn bek niet uit. Geert Wilders. Ja. We gaan het gewoon even hebben over Geert Wilders. Want als ik dan een vlog maak, dan wil ik het wel ergens over hebben waar ik het over wil hebben. En in dit geval is dat Geert Wilders met zijn Marokkanen uitspraak. En eigenlijk hoef ik we hebben het nou al gezien wat het over gaat. Waar ik even op in wil zoomen is wat hij daarvoor zegt. En ik mag het eigenlijk niet zeggen. Hij weet dat hij problemen mee krijgt, dat hij dat soort dingen zegt. Maar hij weet ook waarom hij het niet kan zeggen. Toch zegt hij het, want hij is een rebel. Ik heb eigenlijk niet zoveel tegen de PVV. Ik ben een beetje, ik ben een zwevende kiezer. Ik zit altijd wel bij een andere partij. Ik heb zelfs een keer gestemd op de PVV. Maar daarna kwam er ineens een uitspraak van hem op tv. Dat is een zo bekende, nou dat was deze uitspraak. Een kopvoggentax. Zou ik het willen noemen. Dat is toch wel een rare uitspraak. En dan dacht ik van, kan je zo'n man nog wel serieus nemen? Ik vind van niet. Eigenlijk kwets je, je kwetst daar mensen mee. En dat is het probleem met die vrijheid van meningsuiting. Want heb je dan, ook, dan heb je dus ook de vrijheid om te mogen kwetsen. Dan staat er weer wrijving en dan krijgen we weer conflicten. En dat is weer niet goed. Vrijheid van meningsuiting, ze gaan er eigenlijk vanuit dan dat de mensen dat beoefenen, dat die slim genoeg zijn om te weten wat ze wel en niet kunnen zeggen. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Ik vind Geert Wilders een beetje een maloot. Ja, ik mag dat zeggen. Ik vind Geert Wilders een beetje een maloot. En ik vraag me dan ook af, ik bedoel, wat heeft die man eigenlijk tot nu toe allemaal bereikt? Ik bedoel, hij is leuk voor televisie. Eigenlijk is dat de enige reden, denk ik, dat hij, zo, dat hij stemmen heeft. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar die hele speech. Hij haalt daar een trucje uit. Hij laat mensen 3 keer hetzelfde antwoorden. Hoe heet dat? Dat komt eigenlijk een beetje... Het is een beetje een marketing trucje wat hij doet. Dat noemen ze de yes set. Als je iemand zeg maar een bepaalde vraag stelt in een bepaalde richting waarop je al weet dat diegene ja gaat zeggen of nee of in dit geval minder, dan, dan kan je dus opbouwen naar een bepaalde vraagstelling en dan aan het einde stel je die vraag en dan roepen ze ook minder. Het is gewoon een beetje flauw. Ik vraag me serieus af. Wat blijft er van de PVV over als Geert Wilders er niet meer is? Als je kijkt naar die andere politieke partijen, daar wordt nog wel eens gewisseld van de wacht.
dat er een andere fractievoorzitter zit. En dan die partij draait gewoon door. Maar we hebben ook wel gezien dat er partijen waren waarbij de frontman een beetje excentriek is. En die uit zich een beetje te fel, zeg maar. En daar gaan mensen op, en dat vinden mensen leuk, dat vinden mensen grappig. Of dat trekt de aandacht. Ik heb eigenlijk wel een vraag aan de heer Wilders. Is er iemand die uw speeches schrijft? Zo nee, dan zou ik toch even iemand regelen die dat doet. Want je zelf, ja, nee, weet niet. Het gaat niet helemaal goed. Bijvoeglijke naamwoorden. Daar ben je niet zo goed in. Bijvoorbeeld de mooie vrouw. Of de intelligente man. Noem maar wat. Kijk, dat er een paar criminele Marokkanen zijn, betekent nog niet dat alle Marokkanen het land uit moeten. Omdat je dan minder criminele Marokkanen in Nederland hebt. Ik bedoel, dat is een beetje een logica van Lick me versie, natuurlijk. Maar dat begrijp jij heus wel. Toch even stemmen en winnen, hè, met zoiets bij de hand. Ik denk niet echt dat Geert Wilders een lange politieke carrière heeft als hij zo doorgaat. En het wordt alweer een beetje donker, dus ik ga deze vlog een beetje afsluiten. Dus dat eigenlijk, ik denk wel dat mijn punt een beetje duidelijk is. Ik hoop dat iedereen een leuke keuze maakt bij het volgende stemmen. Ja, ik denk dat ik het daar maar bij laat. Tot de volgende.